Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 7 januari 2016. Dus het bulletin van donderdag. Eerst een korte mededeling. Als je FL-Digi gebruikt, zet dan rechtsbovenaan RXID aan. Als je op de knop hebt gedrukt, gaat er een groen lampje aan. Dat heeft te maken met een test vandaag. RXID dus, rechtsbovenaan bij FL-Digi inschakelen. Hoewel de letters die ik gisteren in de waterval van het Contestia-scherm had staan bij mij perfect doorkwamen, was dit zeker niet bij iedereen het geval zoals bleek. Vandaag daarom opnieuw voor de Contestia wat letters in de waterval, maar wel iets korter dan gisteren. Die tekens in de waterval zitten standaard in FL-Digi. Voor wie het wil proberen, bij de settings ID kiezen en dan het tabje video. Deze aanduiding die eigenlijk op iedere waterval zichtbaar zou moeten worden, is omdat je eigenlijk niet door te luisteren vast kunt stellen welke variant van bijvoorbeeld Olivia of Contestia je op dat moment beluistert. Hiermee kun je dat dus eenvoudig in het watervaldisplay zien. Over de gebruikelijke Contestia hebben we vandaag ook weer een fotootje in SSTV moet ik zeggen. Dit keer de Mi Amigo. Roestig en wel, een paar maanden voordat dat schip aan de zeebodem afmeerde. Heathkit in feite niet meer bestaand, Tentec in de problemen en nu stopt Ramsey er ook nog mee. Een paar weken geleden hadden we het op de repeater nog over Ramsey omdat het bedrijf kleine middengolfzenders verkoopt. Ik heb zelf nog een QRP-zendertje voor 20 meter van ze. Bouwpakketten van Ramsey zijn erg goedkoop. Na meer dan 40 jaar stopt het bedrijf er dus mee. Sterker nog, ze hebben de deuren op 1 januari al gesloten. Ooit begonnen met bouwpakketjes voor knipperlets boden ze door de jaren heen zaken aan als eenvoudige amateurzenders en amateurontvangers. Maar ook bijvoorbeeld luchtvaartontvangers, allemaal in kitvorm. Ze doen het netjes, want de garantie op de kits die tot 1 januari zijn verkocht blijft gewoon geldig en ook blijven ze technische ondersteuning bieden bij de bouwpakketten. De restanten van de voorraad bouwpakketten biedt het bedrijf inmiddels zonder garantie te koop aan op Amazon. Hamnieuws.nl merkte op dat er weer een nieuw overzicht van AT is met de uitgegeven ATOS. Dat is de laatste tijd per maand. Ja, gisteren had ik Baco in de uitzending met een Racal-product. Dit keer een iets duurder apparaat bij armyradio.com in Engeland, ook van Racal. De VRM 5080, gemaakt voor gebruik op een tank. Werkt van 30 tot 76 MHz, dus ook voor de 4 meter band. 50 watt output, frequentie-info met een toetsenbord en een LED-display. Het apparaat is volledig bestuurbaar via RS-232. Ze worden verkocht in werkende staat voor 134,50 Engelse ponden. Ik weet niet hoeveel dat in euro's is, maar dat is ruim $208. PDF van een technisch manual staat erbij. Verder hebben ze ook luchtvaartradio's, bijvoorbeeld de STR-37E van 116 tot 136 MHz en zendontvanger voor £150 en dat komt overeen met $232,50. Leuke site om eens uitgebreid te snuffelen of inderdaad wat te bestellen. armyradio.com. Peter PA3PM meldt op ham-dmr.nl dat PI4AA morgen, vrijdag dus, met een DMR-onderwerp komt waar hij aan meewerkt. PI4AA is morgen van 2100 uur te beluisteren via PI2NOS in het midden van het land op 145.325 en op 7073 kHz op 40 meter plus minus QRM. Ja, en iedereen publiceert dit soort dingen direct na het verspreiden van het persbericht. Ik breng dat soort nieuws liever kort voor de tijd. Aanstaande zondag wordt er weer een vosjacht gehouden van de afdeling Amersfoort. Dit keer betreft het een sputnikjacht op 2 meter. Voor een vosjacht is het belangrijk een werkende pijlontvanger met goede batterij, lineaal en kompas mee te brengen. Enkele ontvangers zijn ook beschikbaar bij de organiseerders. Nou zeg, voor degene die zelf geen ontvanger heeft. Hoe noem je die mensen nou? Nou, de organisatoren, precies. De jachten worden gehouden op het landgoed Den Treek Henschoten. Het terrein is vrijwel vlak en het traject gaat altijd over de bestaande paden. Lopen mag dus ook uitsluitend over de paden en wegen. De Amersfoortse vosjachten zijn bijzonder geschikt voor beginnende jagers, terwijl ervaren jagers zich kunnen laten verrassen. Ik weet dat ze uit alle hoeken van het land hierheen komen. Dat is wel erg leuk. Ons doel is om eenvoudige vossenjachten te organiseren waarbij het niet zozeer aankomt op snelheid, maar eerder op pijlvaardigheid. Aanmelden kan vanaf 12:30 uur. Gestart wordt er om 1300 uur en de tijdsduur van de jacht is ongeveer 120 minuten. Staat verder nog onder, de jachten worden geannuleerd als het sterker dan 9 voor waait bij hevige regen of sneeuw en een weeralarm, bijvoorbeeld bij IJssel of de voorspelling van IJssel. Ja, tamelijk zinloze meldingen, die meldingen over het weer. De jachten bestellen, zoals het bericht ook meldt, altijd goed weer. En het is een enkele keer wel eens misgegaan, want het was toen er een sukkeltje vergeten was om het goede weer te bestellen.
zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Lopen. Die tekens in de waterval zitten standaard in FLD-vigier. Lopen. Behalve de gebruikelijke contesticket. Nou zeg.